Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 11 mei. Het is redelijk bewolkt. Graad of 17 denk ik. Bijen beginnen net een beetje op gang te komen met vliegen. Dus we gaan eens even kijken in deze spaarkast. Dat is een eenbaks broedkamer met erop drie honingkamers. En we gaan eens even kijken hoe het staat met die broedkamer. Want daar heb ik de vorige keer dus twee broedafleggers uitgehaald. Met andere woorden, ik heb er twee ramen met voer en vier ramen met gesloten broed uitgehaald. En daar heb ik dus twee afleggers van gemaakt. En ik heb dus die zes ramen vervangen door kunstdraad. Dus eens even kijken hoe dit volk hoe het verder zich ontwikkeld heeft. Dus we gaan eens even kijken. Ik ga dus eerst even de honingbakken afstapelen. Die zet ik even achter neer. Ik zie hier dus dat ze behoorlijk aan het raadbouw gepleegd hebben in die bovenste kamer. Ik laat hem dus dicht. Geen last van die bijen. En we gaan eens even kijken. Nou, deze zit vol. Ja, ik denk 90% vol. Deze honingkamer, die zijn ze aan het vullen. Kijk, is de kamer nog goed? Kijk, je kan hier de bezetting zien. Je kan hier die andere bak zien. Je ziet hoe ver dat ze aan het uitbouwen gegaan zijn met raadbouw tussen de plexiglas en de ramen. Nou, zullen we deze bak er even afhalen. Even dit bij een beetje terugroken. Altijd alleen maar een beetje over die top laten roken. Om te voorkomen dat de rook echt tussen de raten inkomt. Tussen de ramen inkomt. Er zit natuurlijk honing in. Open honing. Ik zit lekker vast. Nou, deze bak is, ik denk, voor 70% gevuld. En je ziet hier weer hetzelfde beeld, die enkele eierleggende werksters. En ik zeg enkele, maar uit onderzoek blijkt dat ieder volk eigenlijk wel een stuk of 70 eierleggende werksters bevat. Die normaal gesproken in de broedkamer onder invloed van de feromonen van de koningin zich verder rustig houden. Maar hier boven het moerrooster, je ziet hier een duidelijke darre pop zitten. En hier zitten dan larven. Gelukkig zie ik geen mijten. Ondanks het feit dat dit volk uit 2017 stamt en vanaf 2017 nooit meer behandeld is. Dit is het eerste jaar dat ik ook vier ramen met broed eruit haal. Ik heb er wel eens twee ramen uitgehaald, maar nooit zoveel. Ik zal het even aan de achterkant doen. Nou, je ziet dat de bezetting goed gebleven is, hè? Ondanks het feit dat er dus vier ramen gesloten broed uitgehaald zijn. Deze bak die zit voor 40-50% gevuld. Die wordt gewoon gebruikt, hè, door de bijen vanuit het broednest. Dus die eerste honingkamer, die ze als eerste vullen, die sluit direct aan op het broednest. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat er behoefte is aan voer vanuit het broednest, Dan zal in eerste instantie die eerste honingkamer aangesproken worden. Want bij het eenbaks inkeren, en dat geldt zowel voor de dant als voor spaarkasten, heb je natuurlijk een vrij grote hoeveelheid broed in de onderbak. Die ene bak die moet al het broed bevatten. Zodat daar weinig honing wordt opgeslagen. Je kan wel zien dat de afgelopen week er geen extreme dracht is geweest. Want de twee buitenste ramen die zijn niet uitgebouwd. Op het tweede raam zijn ze begonnen met uitbouwen aan beide kanten. En dat geldt ook voor de andere kant. Precies hetzelfde. Wat we nu kunnen doen, dat is dat dit raam is half uitgebouwd. Datzelfde geldt voor deze. Wat we nu kunnen doen, dat is we dit raam, dat we dat
tegen het broednest aanhangen. Dus ik weet niet of het broednest nu beperkt is tot deze vier. Of dat deze twee ramen ook belegd zijn. Maar we gaan dan de buitenste twee kunstraten. Deze twee die gaan we tegen het broednest aanhangen. Daar wordt het beste uitgebouwd. Daar worden ze dan het eerste belegd. En dat faciliteert gewoon de koningin in eitjes leggen. En dat remt ook weer de zwermdrift af. Dus we gaan eens even kijken hoe het daarmee staat. Dit is dus een echt puur kunstraad. Kijk, er zitten wel wat bijen op. Maar het is gewoon het kunstraad wat ik erin gehangen heb. Exclusief het hoekje. Om daar darraad te laten aanzetten. Dat is een onderdeel van het kleine cellensysteem. Overigens zijn dit geen superkleine cellen. Dit zijn cellen van 5,1. 5,1 is ook het gemiddelde wat zeg maar in de natuur gebouwd wordt. Nou, dit raam zijn ze dus al deels aan het uitbouwen. Dat geldt ook voor de andere kant zijn ze begonnen. Dus dit wordt nu het buitenste raam. Dan gaan we even kijken hoe het met het volgende raam gesteld is. Of daar al broed op zit of niet. De afgelopen week was niet super denk ik qua dracht. Dit raam is nog niet belegd. Dus dat betekent dat ik het raam wat ik net in mijn handen had, wat nog uitgebouwd moet worden, dat ik dat tegen het volgende raam aan ga hangen. Dus dit komt hier te hangen. Dat is nou een beetje. Zo even. Dus even kijken hoe het in het broednest staat, of er nog geen zwermdrift is. Want het afnemen van één of twee broedopleggers, ja, dat heeft ook een goede remmende werking. Goede remmende werking op de zwermdrift. Omdat je ze bezighoudt met raadbouw en met uitbreiding van het broednest, gaat het op zich goed om daarmee de zwermdrift te remmen. Nou, kijk, hier zie je de koningin lopen, onderin. Nummer 86 geloof ik, of 89, 88. Plaatjes zijn nooit zo overduidelijk. Geen doppen, zo te zien. Je kan beter even langer blijven kijken, zodat de bijen wat weglopen van de randen. Je kan ook even je beitel er langs halen. Check nog een keer of de koningin hier loopt. Nou, die loopt hier nog steeds. Ja, hier zit een speeldop aan de zijkant. Maar dat is typisch een speeldop. Dus hier is helemaal niets aan de hand. De koningin gaat er terug in de kast. En er komt hier straks komt hier nog een raampje tussen te hangen. Nou, kijk nog één raam. En als ik daar geen doppen op zie, dan zullen er op die andere twee ook geen doppen zitten. Kijk, dit is ook één grote plaat met broed, gesloten broed. Hetzelfde geldt voor deze kant. Geen enkel dopje, geen enkel speeldopjes te zien. Dus dit kan terug in de kast. Dit raam, dat schuif ik nu één positie op. En ik hang het raam met kunstraad met het veetje de goede kant op. Dat heeft te maken met de richting van de celletjes. Hang ik hier tussen, dus tegen het broednest aan, dan gaan ze dat nu als eerste uitbouwen. En datzelfde kan ik aan de andere kant doen. Dit raam is weer niet uitgebouwd. Hoi! Hier check ik even of er ook geen eitjes op zitten. Nee, dat is ook nog niet belegd. Dus deze twee die mogen dan naar buiten toe, zodat dat volgende raam versneld ook netjes uitgebouwd wordt. Dus de zwermdrift is volledig weggebleven. Het is
een beetje te vroeg op de dag. Alle haalbijen, of tenminste veel haalbijen, zullen nog binnen zijn. Dus vandaar dat ze een beetje vliegerig zijn. Nou, het rooster er weer op. Je ziet dat ze zelfs hier bij het hout wegvreten. Wat dat betreft zijn bijen vergelijkbaar met mieren. Die vreten overal stukjes uit om openingetjes te forceren. Zo, nou, zo zit hij weer redelijk dicht. En kan de honingbakker erop. Ik zal deze bijen eventjes verjagen zodat ze niet geplet worden. Dus van de 6 ramen hebben ze er, laten we zeggen, bijna 4 uitgebouwd. Die buitenste 2 die hangen nu tegen het broednest. Maar kan in ieder geval hier, die bovenste bak, die is gewoon nagenoeg vol en verzegeld. Ik wil het wel even bekijken of die echt verzegeld is. Even de statief iets hoger zetten. Kijk, en hier hebben ze zelfs ook doppen gezet op basis van echt van onbevruchte eitjes. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Nou, deze is leeg hoor, die dop. Ze hebben wel een vrij groot gebouwd, maar er zat geen koninginnengelei in. Dus dit raampje is voor 90% gevuld. In het midden houden ze nog iets ruimte over. Blijkbaar altijd nog met het idee dat de koningin dan daar nog eitjes zou kunnen leggen. Ja, zelfs dit raam is helemaal gevuld. Het begint nu redelijk verzegeld te worden. Hetzelfde geldt voor de andere kant. Ja, hier zit nog een deel stuifmeel in. Ik denk 40% stuifmeel. Deze kant ook. Maar voor de rest ook nog honing. Dus laten we zeggen dat hier 70-80% honing in zit. Nou, nog een beetje dan kan het afgenomen worden. En dan houden ze gewoon in die andere twee bakken voldoende ruimte over. Plus voldoende voer. Om gewoon verder goed te kunnen, hun broedontwikkeling verder te kunnen doen. En er is gewoon de wachten op de pseudo-acacia die over 2 weken waarschijnlijk begint te bloeien. Nou, ik ga nu nog even naar een dadant voorkijken. En dan zal ik straks nog 2 spaarkasten laten zien. Nou, laten we eens kijken naar dit volk. Dit is een volk in een dadantkast. Met 2 honingkamers. Nou, deze begint ook al aardig gevuld te raken. Ik denk 60-70%. Zit vol met bijen. Vaak haal ik even dit randje hier weg, want als je dit laat zitten, dan zitten de volgende keer die kamers aan elkaar vast. Het is vrij onprettig als je die ramen mee naar boven trekt. Dus gooi het er even af. Bij je kruipt er wel vanaf. Nou, deze bak is ook redelijk gevuld. Ik denk 60%. We kruipen er
allemaal miertjes die kruipen in dat volk vanuit die zijranden. Die vinden die bijen verschrikkelijk. En die beginnen gelijk vanwege dat mierenzuur. Beginnen ze gigantisch te stetselen of te waaieren. Kijk, er zit hier wat wildbouw aan zo'n kantbord. Op zich niet zo handig, want je hebt nog kans dat ze hier doppen op aanzetten. Ik zal hem even afslaan. Kijk, voordat je het in de gaten hebt, dan hebben ze hier een prachtige dop gezet. Hier een speeldopje. Waar een eitje in zit. Kijken of het te zien is. En hier zit een echte zwermcel. Die dus duidelijk dik in de koninginnengelei ligt. Dus het beste kun je die er gewoon even gewoon afsteken. Want als ze eenmaal een hechting hebben waar ze op gaan bouwen, dan blijft dat, doorgaan. Even voor collega Gert. Dit is het volk waarvan jij darrenvolken hebt. Kijk, ook hier zie je een dop en nog een dop en nog een dop. Dus deze bijen, dat heb ik de vorige keer ook gemerkt, dit raampje zit stuk. Dus dat moet ik straks eventjes repareren. Nou, ik zet even de camera uit, dan kan ik dat even rustig doen. Kijk, dit volk dat zet wel doppen aan. Dus de zijkant is open, dus blijkbaar halen ze ook weer weg. Dit zijn allemaal forse zwermcellen. Dat heb ik bij deze lijn heb ik dat al vaker ontdekt, dat ze wel gewoon zwermcellen aanleggen. Maar dat in de regel de koningin en het volk niet gaat zwermen. Ik check nu even in de cellen of ik nog eitjes zie. Ik zie nog steeds volop eitjes, dus de kans is groot dat inderdaad ook de koningin nog gewoon aanwezig is. Je ziet, ze leggen tot het raam tegen het kantbord aan, leggen ze vol met eitjes. Moet eigenlijk beneden, had ik nog wat kunstdraad bij kunnen plaatsen. Nou, hier zie je dan geen doppen. Hier aan de onderkant wel. Kijk even zo met je vinger, om het langs te halen. Dan zie je hier een vrij grote dop zitten, die ook weer volop in de koninginnen zit met een vrij jonge larf, waarschijnlijk een streklarf. Nou, mooie platen broed. Hier aan de onderkant hebben ze stuifmeel opgeslagen, dus het is ook heerlijk om dat direct tegen het broed aan te hebben. Het raam kwam er zo uit, dus dat gaat zo weer terug. Je ziet wat een heerlijke rustige bijen dit zijn. Vliegen niet op. Nou, even kijken naar zwermcellen hier aan de onderkant, hier aan de zijkant. Ondertussen even een blik op het raam werpen om te kijken of we de koningin zien lopen. Hier zit ook een dop, maar die is opengebeten aan de zijkant, dus ze ruimen ook hun eigen doppen weer op, lijkt het. Hier zit ook iets wat afgevreten is. Heel veel darren, die komen allemaal uit die hoekjes. Dus als je eens een hoekje eraf haalt per raam, dan hebben ze inderdaad een gigantische hoeveelheid darren. Dat is ongeveer 8%. En als je dat over in dit geval 7 ramen hebt, dan heb je ongeveer een heel raam
Althans 60% van een heel raam vol zitten met darren. Dus dat is nog vrij veel. Klein speeldopje, geen eitje. Het raam zit vol met kleine larfjes. Dit is een volk met een F1 koningin. Nou, hier zie je weer een hele hoop dopjes. Dit is niks. Dit is duidelijk vol met koninginnenslijk. Deze is niks. Deze is afgevreten. Die hebben ze zelf opgeruimd. En hier loopt de koningin. Nummer 75. Ze is geknipt. Dus wat dat betreft kan ze ook geen eens zwermen. Maar blijkbaar hebben ze er ook heel weinig behoefte aan. Grappige is, dus kijken naar deze darren. Er zit in deze lijn, moet ik even kijken of ik hem scherp krijg. Ja, hier. In deze lijn, er zitten oranjekleurige darren zitten ertussen. Dit is een jonge dar, maar het is oranje-bruin van kleur. Zo zijn ze niet allemaal, maar in het gele pakket zit dus iets op de achtergrond wat is die gele-oranje kleur veroorzaakt. Kijk, hier komt nog een kluisje tevoorschijn waar vorig jaar de moer eind augustus, begin september mee is ingevoerd. Dus dit volk is voorzien van een nieuwe jonge koningin, een jonge leggende koningin. Leggende koninginnen, oude leggende koninginnen vervang je altijd eind augustus, begin september. Nou, hier zie je prachtig witte larven. Check vooral bij iedere inspectie of je larven gewoon echt spierwit van kleur zijn. Zo gauw als je een lichte vervuiling ziet qua kleur, richting geel of bruin, dan moet je echt een bijengezondheidsspecialist raadplegen. Je moet maar even naar je bijen kijken. Kijk, hier zit weer een zwermcel. Volop in de gelei. Hier zitten er nog twee. Als je even lang wacht, dan gaan de bijen meestal wel aan de kant. Dan hoef je niet vervelend met je bijtel langs te schrapen. Dit is een darredopje. Nou, nog twee ramen. Dan is die ook weer klaar. Dan kast gewoon weer dicht. Je ziet hoe rustig dat deze bijen blijven. Ze komen wel naar boven. Er zijn volken die dat helemaal niet doen. Nu zit ik per ongeluk tegen een bij aan die me in mijn nagel prikt. Of naast mijn nagel. Nou, kijk, mooie platenbroed. Hier zit weer een gesloten dop. En hier waarschijnlijk ook. Ja, hier ook. Nou, je ziet het, hè. Dat wordt nou zwermtraag genoemd. Als je, laten we zeggen, bastard bijen hebt, dan zal die bij het sluiten van de eerste dop, zal die over het algemeen ook, als er een schijntje zon komt, dan zal die er vandoor gaan. En dat doen deze bijen niet, deze bukvastbijen. Deze doppen die zijn natuurlijk prima in andere volken te hangen, maar dit is een F1. Dus ik probeer in de regel gewoon op alle volken een F1 te houden. Dit zit weer helemaal vol met stuifmeel. Dit is bijna het kantraam en hieronder zitten allemaal mooie witte larven. Nou, even deze kant kijken. Nou, er zit weer een prachtige dop. Kijk, hier is de knots van de dop. En hier zit een hele grote dop. Ik weet niet of die te zien is. Die is al leeg gegeten. Dus blijkbaar maken die bijen daar zelf een eind aan. Kijk, hier loopt ook weer zo'n geel-oranje. Daar. Nog een dopje in de gelei, hier nog een dopje in de gelei. Ja, en als je dan gewoon nu
wekelijks die controles uitvoert, en je haalt de doppen weg, nou, dan gebeurt er dus niks. Dan blijft die koningin er lekker op zitten. Nou, het laatste raam zal vol zitten met stuifmeel. Kijk, die bij een beetje naar beneden krijgen. Maar het zou kunnen zijn dat ook daar nog steeds broed op zit. Het is dus een koningin van deze lijnen. Die zijn ontzettend productief. Een paar eitjes leggen. Ja, inderdaad zit hier ook nog broed op. Het is wel vooral darrenbroed. Dus het was een lelijk raam wat ik dan aan de buitenkant van de kast hang. Hier zit ook weer een dop. En zo'n lelijk raam werk ik er dan in de regel uit. Dat doe ik dan meestal in het prille voorjaar. Daar zijn die kantramen leeggegeten. Hier zit dan gewoon werkste broed. En hier zit nog wat stuifmeel, maar er zit niet overdreven veel stuifmeel in hoor. Dat valt wel mee. Nou, het ziet er verder goed uit. De kast staat weer dicht. En de bijen kunnen zich weer vermaken zonder mijn bemoeienis. Nou, straks ga ik nog twee spaarkasten bekijken.